lag al klaar. Het vonnis lag al klaar? Het vonnis lag al klaar, het was al uitgeprint en het lag al klaar. We zijn in Amsterdam bij de rechtbank Eidok. Nou, er is vandaag een regiezitting voor 82 mensen die stout geweest zijn. Wat hebben die 82 mensen gedaan? Ze zouden niet goed geluisterd hebben, want er was een noodbevel op het Museumplein. Het gaat om mensen die protesteren tegen het coronabeleid. Ongeveer 330, 340 mensen gaan. Dus echt een massa-arrestatie. Een massa-arrestatie, inderdaad, ja. Wij worden als criminelen weggezet op deze manier. Hè. Dus dat wil zeggen dat als ik hier in hoge beroep voor veroordeeld word, dat ik een strafblad heb voor 5 jaar. Het is eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik gehoord heb van een massa-arrestatie in Nederland. Ze waren klaar met de koffiedrinken. Vandaar er ook na de arrestatie van de 300 plus mensen. Bijna iedereen ook een gebiedsverbod heeft gekregen voor een aantal maanden. De verleden kan ik niet zo goed over oordelen. Ik weet natuurlijk wel, de afgelopen jaren zijn er verschillende massa-arrestaties op gevolgd. Ja, Extinction Rebellion zijn ook laatst een stuk of 300 man tegelijkertijd aangehouden. Als het overheidsbeleid ondersteunt, zoals klimaat, dan lijkt er veel milder te worden opgetreden door de autoriteiten. En inderdaad, de klimaatactivisten, daar gelden blijkbaar andere regels voor. Mijn inziens is het gewoon een hele planning met een voorbedachte raden om de demonstranten te criminaliseren over bij alles wat er nu gebeurt met betrekking tot agressie in Nederland, of dat nu Palestijnen, of weet ik het allemaal. Er is nergens tijd voor een vervolging, maar dit lijkt een prestigezaak te zijn. Ik vind het nog best spannend. Rechtse ongelijkheid. Het Hof heeft 26 april vorig jaar al overoordeeld en heeft toen gezegd dat de rechtmatigheid van het noodbevel niet kan worden vastgesteld. Het noodbevel is het zwaarste bevoegdheidsmiddel dat aanwezig is in de Nederlandse wet. Daar mag bepaald niet lichtzinnig mee omgesprongen worden. Vandaar dat artikel 77 gemeentewet strikt is over de vereisten voor vervanging van de burgemeester. Aangezien dat niet kan worden aangetoond dat de overdracht rechtmatig was, is het noodbevel onbevoegd te geven, aangezien alleen de burgemeester die op dat moment bij machten was, kan besluiten tot een noodbevel en een VRG-besluit. Was er een noodsituatie naar jouw mening? Niemand was gewapend. We gingen daar al zo lang en er was niks aan de hand. Er is nooit sprake geweest van railschoppers. En een paar mensen die daar een beetje hitsig waren, die werden door onszelf tegengehouden. Wat eigenlijk onterecht is afgegeven. Waarom? Eigenlijk pas een dagje later ook. Een dag later? Ja. Ja, alles moet kunnen, hè, bij de overheid. Nee, geen enkele aanwijzing dat er wanordelijkheden, laat staan ernstige wanordelijkheden aan de orde waren. Geen geweldshandeling, niks van dat soort dingen. Op 25 maart verklaart OVJ Smilde, lid van Sub-Driehoek, dat het qua veiligheidsbeeld rustig is en het 6 weken geleden is dat er iets dreigends aan de hand was. Er staan geen concrete meldingen of informatie in die wijze op dreiging van geweld of wapens. Je leest in die opdrachtdocumenten dat er in die communicatie onderling tussen de gemeenteambtenaren die het noodbevel dan vervolgens opstellen, dat die stukken worden opgesteld voor de verdere vervolging. Inhoudelijk werd niks behandeld. Politiek proces vind ik te ver gaan. Was het een eerlijk proces? Nee. Het verslag lag al klaar bij de politierechter. Het vonnis lag al klaar. Het vonnis lag al klaar? Het vonnis lag al klaar, het was al uitgeprint en het lag al klaar. Men wilde gewoon hier hard optreden en mensen afschrikken. En dat is juist iets wat in het internationaal demonstratierecht, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt dat uitdrukkelijk. Om disproportioneel tegen demonstranten, omdat dat een chilling effect heeft, dus een ontmoedigingseffect heeft en dat soort dingen. Dat is absoluut het doel geweest van de autoriteiten. Wij hadden in de agenda staan dat we op 10 april de beslissing uitspreken. Ik bepaal dat de Raad voor de Rechtsbijstand voor u een advocaat aanwijst. Je was daar zonder advocaat? Zonder advocaat. En de recht... worden gedwongen, de mensen zonder advocaat, om een advocaat te nemen. Het moet niet gekker worden. Het lijkt stekker waard. Oké. Als je een beetje slim is, doet het wel. Maar kennelijk niet, anders zegt hij niet dat je een advocaat moet hebben. De straf was maar €150. En die advocaat die kostte
pak een beet, honden knaken puur, ex-BTW. Ja, dan ga ik, dat schiet, dat slaat gewoon nergens op. Dat ga ik dus niet doen.